Wat is studentenvereniging NSG? NSG is een christelijke studentenvereniging. En we zijn nu met ruim 400 man de vierde vereniging van de stad. En we onderscheiden ons doordat we christelijke vereniging zijn, maar daarnaast ook gewoon echt studentenvereniging. Met onze tradities en mores. En gewoon donders mooie borrels hebben met elkaar. En gewoon lekker gezellige studententijd met elkaar blijven. Waar staat de naam voor? NSG staat voor Navigator Studentenvereniging Groningen. En we maken onderdeel uit van een wereldwijde beweging. En Navigator in Nederland die kent studentenverenigingen. We hebben op dit moment in 15 steden een navigatische afdeling eigenlijk. En Groningen is er één van. En waarom dat woord navigatie? De oprichter Dawson Trotman heeft in de jaren 50 dit werk begonnen bij de marine, de Amerikaanse marine. En om daar een beetje een link mee te krijgen heeft hij het werk Navigators genoemd. Om zo een beetje aansluiting te krijgen bij waar hij begon, zeg maar. Is het ook een beetje navigatie naar God? Ja, dat klopt. Het is inderdaad een link naar waar we mee bezig zijn hier op aarde. Dat is met elkaar de weg zoeken naar God. En dat doen we door middel van de Bijbel en met elkaar de Bijbel bespreken. Aanvaard elkaar zoals Christus u heeft aanvaard. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Ja, maar dat heeft toch te maken met dat de Joden zeg maar een bepaald vlees niet mogen eten of zo? Dat dacht ik ook, maar ik had het er met een vriend over. Ik was gisteren aan het lezen. En toen zei hij van, je hebt een zwak geloof als je zeg maar een hele makkelijke weg kiest, zeg maar. Wat doen de mensen nou tijdens zo'n Bijbelkring? Nou, wat je doet is dat je leest met elkaar een Bijbelstukje en daarna gaan we met elkaar bespreken. En zo proberen we elkaar op te bouwen in het geloof. En wat heel belangrijk is bij christelijk geloof is relaties. Dat we met elkaar doen, niet in je eentje. En die gesprekken, helpen die jou ook in het dagelijks leven? De gesprekken over het geloof bedoel je dan? Ja, het is voor mij een basis. Het leven met God is voor mij een basis. En daar draait bij mij het leven om. Zonder God voor mij geen leven. Want ik weet dat dit een stukje is. Het is een voorbereiding, zeg maar. We gaan nog een stap hoger. Daar geloof ik in. Dat we straks bij God kunnen leven op nieuwe aarde. Zonder oorlog, zonder pijn. Daar geloven wij in met z'n allen. Dat is wel mooi. Het doel van NSG is om God te kennen en om hem bekend te maken. Ongetwijfeld al vaker gehoord. Dat wordt bij ons ingeramd. Christus kennen en hem bekend maken. Maar dat is waar wij voor staan. Wat hebben jullie te bieden voor de christelijke Groningse student? Voor de christelijke Groningse student? Ja, Navigators is een unieke vereniging. Omdat we enerzijds echt christelijk zijn, anderzijds proberen we ook echt studentenvereniging te zijn. Wat ik net ook al zei, met onze traditie en mores. En met mooie brassacties of leuke borrels en feestjes. En die combinatie maakt dat we gewoon een hele leuke vereniging zijn. Waar je heel veel mag leren van God. Maar ook echt onwijs mag genieten van je studententijd. En dat is gewoon echt ontzettend gaaf.